ga mijn kleintjes achterlaten voor een paar uurtjes. Annette komt zo thuis en we hebben afgesproken dat ik vanavond eens weer naar de kapper ga. Ik ga mijn haar weer bijwerken. Je ziet de uitgroei wel. Ik heb highlights, blond. Maar het is meer bruin geworden en bovenin is het echt gewoon weer donker, mijn eigen kleur. Dus we gaan het helemaal weer vanaf de hoofdhuid highlighten. Ja, dan is het ook weer netjes vanmorgen bij het optreden. Dus het is weer lekker stijl. Morgen weer in de krul. Mannetjes zijn nu aan de melk. Want ik kan elk moment komen. Ik denk van, dan hebben ze de fles al in ieder geval gehad. Die was echt al aan het huilen, dus die had al honger. Dus dan beginnen we gewoon. Hé, kleine man. En dan moet ik ze voor een paar uur missen. Ik ben natuurlijk nu non-stop met ze, tenzij ik een optreden heb. Maar verder ben ik eigenlijk altijd samen. Als ik heb 6 uur een afspraak. Nou ja, 9 uur gaat die zaak dicht. En dan tot die tijd zou ik ook zeker nog wel zitten. Tot aan het einde. Dat is altijd zoals ik mijn haar ga doen. Omdat het lang is en dik. Dus dan zie ik mijn moppies vannacht weer. Ja. Hé, kleine mannetjes. Ja. We zijn onderweg. We gaan naar Staphorst. We gaan optreden daar. Een piratenavond, geloof ik. Dus we zijn eventjes aan het tanken. In ieder geval Arnold. En ik moet vanavond best wel laat. Ik moet om 12 uur. Maar gelukkig is het niet ver weg. Het is van ons huis maar een uurtje rijden. Dus dat valt heel erg mee. Volgende week wordt wel veel langer. Want dan gaan we dus naar Helmond. En dat is vanaf ons wel 3 uur rijden. Dus 3 uur heen, 3 uur terug. En we gaan al heel vroeg heen. Want voor het optreden aan gaan wij eerst de single nog opnemen. Bij Kees Tel. Maar ik heb het wel zo gecombineerd. Dat het, het is allebei in Helmond. Dus ik had dat optreden in Helmond staan. Dus toen zeiden we van nou dan combineren we dat zo. Met Kees Tel waar ik opneem. Dan hoef je niet apart voor de single opname ook nog helemaal weer daarheen. Thanks. Dankjewel Bob. Nou, daar gaan we dan. Ja. Hey Bob. Ja? Ik vind het anders wat. Je moet op je chihuahua stiekem. Zo. Want er staat in de krant van Duitsland dat er in Kluze wolven zijn gesignaleerd. Dat meen je niet. Ja. Ja, nou dan moet jij dat hek recht zetten, Arnold. Zegt hij, je moet om het je gammes denken. Maar heb jij die grote schutting niet omhoog doen? Ik heb die scheiding afkomen. Nou, maar dan moet jij morgen die schutting omhoog doen schuiven. Ja. Maar Arie kwam bij mij. Ja. Arie is onze overbuurman. Ja, de schutting is omgewaaid. Al een poosje. Nee, maar Arie kwam bij mij, de overbuurman. Ja. En die kwam mij vertellen dat de wolven gesignaleerd waren in Kluze. Kloes is super klein. Dat is gewoon, dat is gewoon één klein wijkje. Ja, ja. Omgeving Kloes, ja. Ja, nou ja, een beetje klein. Een wolvenfamilie. Gezellig. Ja, ook echt een familie of één wolf. Nee, wolven. Meen je niet? Ja, ik laat jou hier gaan rijden. Je moet zelf weten. Hey Danny. Hallo. Hoe gaat het met jou? Jij. Hallo Danny. Doe wel Arnold, ophouden. Hey Danny. Hey Stephanie Arnold. Oh Stephanie. Jongen. Steffi. Stef. Arnold, even serieus hè. Ja, ik hou op. Zal ik even gaan kijken voor het geluid? Uh-huh. Nou, we zijn er.
We hebben eventjes een ruimte waar we alleen kunnen zitten, even wat drinken. Want we moeten pas over 3 kwartier. Dus we kunnen nog even naar chillen, even relaxed. En Arnold is al even in de zaal geweest, want hij heeft zijn geluid heen gebracht. En het is heel echt een hoeveel man hadden? 8-900. Hebben jullie het verstaan? Zo'n 8-900? 8-900. 8 of 900. Ja, dat, ik zei het wel goed. Ik zei 8 of 900. 9800 zei jij. Nee joh, dat zei ik niet. Je ziet het wel weer terug straks. Oh, oeps. Ik liet Arnold zien. Maar die meiden dachten dat ik hun filmde. Voeding komt in beeld, mijn alarm. 11:15, voeding baby's. Eventjes... 11:15 is het? Het is 11:15, ja. Dus ik ben benieuwd, we gaan eventjes bellen. Ik zie jullie zo, ik ga eventjes naar thuis om bellen. Slapen, oh, het was een wonder.
terrassen bom. Het sneeuwt buiten, jongens. Het sneeuwt. Moet je zien, let op. Ik krijg vaker filmpjes toegestuurd van mensen die mijn liedjes zingen. Op een boot in de zomer, of op een terras, of op een school, of bij een playback show. Of gewoon kindjes thuis voor de televisie. En nou ook weer zo'n filmpje. Twee van die schattige meiden die mijn liedje Verlaat Me Niet zingen. En er dan ook gewoon een dansje bij hebben bedacht. Moet je zien. Ik mocht het natuurlijk plaatsen van de ouders en van hun. En verder wou ik eventjes het volgende met jullie delen. Misschien hebben jullie het al gelezen op mijn Facebook. Maar ik kreeg afgelopen weekend een berichtje van Piet. Piet Junior, waarmee ik samen dus mijn laatste single heb opgenomen. Liefde van mijn leven. En hij appte, hij zegt van yes, het nummer heeft 1 miljoen views bereikt. Nou, dat is gewoon super tof natuurlijk. Want ja, het nummer is 8 maanden uit. Ongeveer denk ik, of 9 maanden, 8, 9 maanden. En hij heeft nu gewoon 1 miljoen views bereikt. Ik ben daar zo ontzettend trots op, maar vooral ook dankbaar dat jullie luisteraars ja, mijn liedjes zo waarderen. Maar vooral dus dit nummer, die wordt echt ontzettend goed opgepakt. Of hè, en destijds zie je ook veel op de radio gedraaid. Heeft in verschillende hitlijsten gestaan, heel lang in de iTunes lijst. Ja, en hij wordt veel in kroegen gedraaid. En ja, hij heeft dus 1 miljoen views bereikt. Ja, dankzij jullie, dat jullie altijd het plaatje opzoeken via YouTube. Ik wilde toch eventjes zeggen, dank jullie wel ervoor. Dit is dan weer zo'n hoogtepunt. Waar je gewoon ontzettend blij van wordt. Dat jouw harde werken toch loont, zeg maar. Hè? Verder zeg ik weer, ik neem jullie volgende week mee naar weer een optreden. Deze keer in Helmond. Na de singleopname. Ik ga natuurlijk niet veel laten zien. Want dan horen jullie het hele liedje al. Nou, jullie kennen het liedje natuurlijk al uit de vlog. Waarbij ik laat zien de aanloop naar de bevalling en na de bevalling zelf. Daar komt het liedje steeds in voor. Hè, dat Frank van Etten hem zingt. Deze heeft hij geschreven samen met Arnold voor mij. Maar goed, ik heb dus destijds aangekondigd dat ik deze zelf wilde op gaan nemen. Dat gaan we dus doen. Maar ja, hij is wel iets veranderd natuurlijk. Ten eerste omdat een vrouwenstem het nu gaat zingen. En omdat dat tekst een heel klein beetje hier en daar moest aangepast worden. Dat het klopt als ik hem zing. Want hij is eigenlijk gemaakt natuurlijk vanuit Arnold. Dat een man hem zingt. Dus ik heb hem een klein beetje aangepast. Dus ik ga niet veel laten horen. Want dat gaan jullie pas gewoon bij de release zien. En die is ook nog helemaal niet bekend. We gaan het eerst eens even opnemen. Dan gaan we eens eventjes kijken wanneer we deze single uit gaan brengen. Maar dat dus. En verder wens ik jullie een hele fijne week. En ik hoop jullie volgende week weer te zien. En ja, ik zeg het altijd eventjes. Als je deze video leuk vond, druk dan even op het vind ik leukje. En als je nog niet geabonneerd was, doe dat dan even. Nou, ik zou zeggen, tot volgende week. Ciao!